haast. Haast. Onze overvolle verkeerswegen worden vaak gevaarlijke verkeerswegen, omdat de veiligheid op de weg voor een groot deel wordt bepaald door het verkeersgedrag en de rijvaardigheid van de weggebruiker. En aan dat gedrag mankeert nog wel het een en ander. Er wordt gefluisterd dat vele automobilisten zich als beesten in het verkeer gedragen. Als beesten? Nou zeg, alsof het hun schuld is dat er zoveel ongelukken gebeuren. De militaire chauffeur neemt in het dagelijks drukke verkeersspel een belangrijke plaats in, waarbij hij de verkeersveiligheid kan helpen vergroten. Niet alleen onoplettendheid, maar vaker nog routinehandelingen scheppen situaties waaruit schade kan ontstaan. Valt de schade wel mee, maar alle rompslomp die daarna komt kost veel geld. En gebeurt zoiets op de openbare weg, dan zit je goed tussen. Tot de routinehandelingen behoort het passeren van wegkruisingen wel of niet door verkeerslichten beveiligd. Kijk eens. Oh la la. Oh la la. De voorgeschreven rijafstand werd voor een ogenblik niet gehandhaafd. De chauffeur werd afgeleid. En dan zit hij met de brokken. Door een schrikreactie
En mede door de zuiging van het inhalende voertuig heeft deze chauffeur moeite zijn drietonner in het rechte spoor te houden. Roken in de cabine is toegestaan, maar het mag geen aanleiding zijn tot een nieuwe vorm van bermtoerisme. En als je dan ook nog niet weet hoe je zonder een gevaar te zijn voor het overige verkeer je wagen weer op de juiste manier op de weg kunt brengen. Nou ja, veilig rijden betekent bermen mijden. Om de juiste marsroute naar het op oefening zijnde onderdeel te kunnen vinden, zijn langs de weg bordjes geplaatst. Omdat de chauffeur dit naar rechts verwijzende bordje niet heeft opgemerkt, zal een vervelende verkeerssituatie ontstaan wanneer hij met zijn voertuig op het voorrangskruispunt aankomt. De chauffeur, denkende dat hij rechtuit moet, brengt zijn voertuig tegen de as van de weg tot stilstand. Zo, dit is weer eens goed uit de hand gelopen. Boze gezichten, processen verbaal, een groot geluk dat het hier slechts materiële schade betrof. Bij rechtsaf zit het ongeluk in de hoek. Veilig voorwaarts houdt in ongelukken voorkomen, mensenlevens sparen en materiële schade zoveel mogelijk beperken. We naderen een wegversmalling. Het inhalen en invoegen gebeurt meerdere malen op deze wijze. De chauffeur van het derde voertuig denkt dat hij er ook nog wel langs kan. De ander gaat wel even opzij. Fout. Had de chauffeur van de personenauto wat minder rijervaring gehad, dan had een levensgevaarlijk ongeluk kunnen plaatsvinden. Een goede samenwerking tussen chauffeur en hulpchauffeur voorkomt ongelukken. Een goede gids is zijn geld waard. Maar in de meeste omstandigheden blijft de chauffeur verantwoordelijk. Hij is de commandant van zijn voertuig. Rijdt u achteruit, kijk dan achteruit. Dat voorkomt brokken en bespaart kosten. MUZIEK
houd voldoende afstand in kolonnenverband. Omdat wanneer je even niet met je gedachten bij bent, misschien zeer begrijpelijk, nog tijdig kan worden gehandeld, waardoor een ongeluk kan worden voorkomen. Door onoplettend en soms ook overmoedig rijden, kan de chauffeur met zijn voertuig in de berm belanden. Hierdoor ontstaan meestal gevaarlijke situaties. Het voertuig kan op de rijweg terugspringen, over de as van de weg terechtkomen en een frontale botsing met een tegenligger veroorzaken. Deze chauffeur is door grote onachtzaamheid in de berm gereden. Dat is fout. Goed is echter dat hij samen met de hulpchauffeur wel weet hoe hij zijn voertuig op de juiste manier weer veilig op de rijbaan kan manoeuvreren. Wees altijd oplettend. Kijk bij voortduring op de weg. En wees niet overmoedig. Veilig rijden betekent bermen mijden. We herinneren ons nog wel hoe het de vorige maal afliep. Ook hier wordt het marsroutebordje over het hoofd gezien. We moeten rechtsaf. Maar hier wordt nagedacht. Samen de verkeerssituatie overzien. Of doorrijden of corrigeren. En rijden maar. Bij het naderen van een wegversmalling dient tijdig te worden ingevoegd. Daarmee worden aanrijdingen voorkomen en mensenlevens gespaard. Wanneer alle weggebruikers zich houden aan de spelregels van het verkeersspel, helpen zij mee de verkeersveiligheid groter te maken. Veilig rijden. Veilig voorwaarts.